elke Grand Prix crasht er wel één. Nu net zo vaak als vroeger. Verstappen van de baan. Nee. Toch is er één verschil. Dat is echt oké. De veiligheid is verbeterd. Ronkende motoren, keiharde paardenkrachten en piepende banden. Het is 1973. Welkom bij de Grand Prix op Zandvoort. Grote namen als Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, de in Nederland wereldberoemde Gijs van Lennep en de veelbelovende Roger Williamson staan aan de start van het circuit. Roger Williamson rijdt op de 13e plek, op naar Tunnel Oost. Een van de lastigste bochten op het circuit van Zandvoort. En dan de klaband. Met 260 km per uur ondersteboven over het asfalt. Waarom kon Roger Williamson niet gered worden? Wat maar weinig mensen weten, we hebben het circuit te danken aan de Duitse bezetter. De racebaan werd na 1945 gebouwd met het puin van de hotels die tijdens de oorlog waren gesloopt. 30 keer wordt hier de Grand Prix verreden. Ook in 1973. Hier gaat Patterson in wagen nummer 2 juist opnieuw door de Tarzanbocht. Dicht gevolgd door Stewart nummer 5 en de Fransman Sever nummer 6. Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. We hebben een brand. Er is waarschijnlijk een wagen uitgevlogen vlak voor de panoramabocht. Daar zien we de coureur. Wij weten niet of er nog een man in is. Vermoedelijk niet. Omhoog tillen, zegt de man. Ze zet hem recht. Ik heb de indruk, Frans, dat er nog wel iemand in zit. Net het jaar ervoor had Zandvoort de veiligheid van het circuit verbeterd. We hadden de hekken gezet en de vangrails gezet. En we hadden toch mooie verbindingen. Een toren waar je bovenop kon staan. En kon niks gebeuren. De auto kwam van die kant. Eerst bij de vorige bocht is hij aan die kant eruit gevlogen. Tegen de vangrail. En toen schuin over de baan is hij aan de overkant terechtgekomen hier. Nou, dan moet hij hier ongeveer gelegen hebben. Dit moet ongeveer de plek geweest zijn. Wat bij ons altijd voorop staat, is je eigen veiligheid. En als je er vlak naast zo'n brandende auto staat, met je gewone jackie aan, dan komt je eigen veiligheid in gevaar natuurlijk. Ik heb gezegd, luister eens, voor die tijd. Je moet je realiseren dat hier kerels in die auto zitten, die worden ervoor betaald. Dat is hun vak. En je neemt geen enkel risico wat je niet kan verantwoorden, want je moet vanavond weer naar huis. Je ziet dat de vlagsignalen aan de coureurs dat ze voorzichtig moeten zijn. Het duurt lang voordat de brandweer er is, omdat die een heel rondje om het circuit moet rijden. Ja, dat is natuurlijk veel te laat. Als er nu pas die brandweer bij moet komen, dat asbest pakken. Dat is 20 meter rij achteruit. Maar tegen de rijrichting inrijden bedoel ik dus met de neus in de tegengestelde richting. Dat is iets wat in de autosport niet bestaat. Kan jij erbij komen, Henk? Dan moet ik even gaan lopen, Frans, maar ik kan het proberen. Probeer erbij te komen, want ik zou graag willen weten of er inderdaad al iets gebeurt. Ja of nee? Ik ga kijken, ik ben met 10 minuten terug. Nu onvoorstelbaar. Een commentator gaat kijken op de baan. Nog zoiets. De wedstrijdleiding grijpt niet in. De race gaat door. Ik was afhankelijk natuurlijk van de informatie die uit de tijdvernemershuis kwam. Ja, als je erop terugkijkt, zeg je, jongens, hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar dat was in die tijd, dat was ook op een andere circuit niks beter. Want dat was zo. Je hoorde wel van de baanpost die een draaitelefoon had. En die riep van, en als er niet toevallig een bezoeker over de draadjes had gelopen, dan had je helemaal geen verbinding. Ik krijg de indruk dat er wel degelijk nog iemand in is geweest. Maar zekerheid daarover heb je nooit. Maar de reacties van de andere coureur waren zodanig dat je zou zeggen dat er inderdaad nog iemand in is geweest. Ik ben overigens kwijt, Ger, geloof ik, wagen nummer 14 van Roger Williamson. Is dat hem, denk je? De Nederlandse coureur Gijs van Lennep rijdt ronde na ronde langs het ongeluk. Dus ik zie wel een hoop rook en een hoop ellende en we zien het ongeluk. En dan weet je niet goed wat er aan de hand is. Nou, dan rij je weer een rondje door. Hier rustig aan, gele vlaggen, gevaar.
Maar ja, de rest natuurlijk weer toch doorrijden, want je bent wel met de wedstrijd bezig. En dan kwamen we weer hier, langzaam. En toen heb ik die David Purley, die geprobeerd heeft hem te helpen. Maar die was zo dichtbij toen in die rook, dat ik dacht, hey, de coureur komt er onderuit. Dus toen denk ik, oh, gelukkig, dat is goed afgelopen. Deze wagen is de wagen van Purley. Purley die daar rustig terugrijdt. Inderdaad is het dus Purley niet geweest. Achterin is David Purley die daar rustig terugrijdt. Frans Hendricks. Ja, Hendricks. Ja, Frans, ik ben net bij het ongeluk geweest. Ja. De man is dood. En ja. Ik heb het gezien, dus walgelijk. Ja. Ik dacht dat het STP March, ik weet het eigenlijk wel zeker, van Roger Williams was. Ja. En die is levend verbrand in zijn auto. Ze hebben hem net uitgehaald. Well, I was in the pits, and then I didn't see the accident happen. But obviously, then they knew it had happened, so they rushed me back to the transporter. And of course, the television was on there, so we were watching all the things that were going on, and it was like watching something that was happening to somebody else. Because no, it's not. It's not Roger. It's somebody else. Because you know, you've seen other accidents in Formula One or Formula Two, but it wasn't. It was him. And I suddenly realised that it was actually him, and just burst into floods of tears. Kijk, tegenwoordig was het absoluut een code rood geweest. Code rood is stop van de wedstrijd. Hup, op de grid. Binnen een kwartier nieuwe wedstrijd. Er is aan het eind van de rit één iemand schuldig. En dat ben ik, want ik was de. Aan het eind van de rit, bovenin, diegene die het besliste. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur uit de totaal vernielde wagen worden geborgen. One of the things that he was terrified of was being burnt alive. And he said, that's, I don't care what happens, but I never want that to happen to me. And of course, ironically, that's exactly what did happen to him. Meer zien, weten en ervaren? Lees op NPO Kennis waarom de Grand Prix een paar jaar later uit Zandvoort verdween. Klik op de link in de omschrijving. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.